Ik heb dat nog wel even een lol gehad. Daar is die. Is dat hem? Dat is de houtbasis. Vlammenwerpertijd. Activate. Die kuthelikopter. We zitten echt praktisch. Zie je die toren rechts? Ja. En daar kan dus die kuthelikopter. Oké, ik doe het hier bij de rots, want dan kan het vuur lekker dicht tegen de muur aankomen. Oh, wacht even. Wat? Een berenval. Een berenval. Nee, kut er maar niet. Ga uit. Nee, hou op. Oké, dat kan dus. Hij gaat gewoon even uit. Oké, Lucas, daar gaat hij. Nou, er was één magazijn al. Serieus? Ja, maar het gaat ook om de. Weet nou, de slow burn damage. Dat is wat het hem doet. Bij flame reden. Kut dingen. Ik wil niet heel lopen straks. Ik zie het gebeuren namelijk. Ja. Nou, we moeten gewoon opletten dat de helikopter niet. Vuur uit, hè? Nu al? Ja. Wat een rotzooi. Nou, dan gaat het lang duren, Lucas. Ja, hoeveel helft heb je nog? Heel veel. Oh ja. Nu hebben we meer vuur. Misschien werken dit keer beter. Dit was bij de way ook het laatste magazijn aan vuur wat ik mee had genomen. Ik dacht, het is wel goedkoper. Ja, weet ik veel. Ik dacht, dat kan toch wel, maar... Ja. Oh, hij is ook bijna kapot. Hij is ook bijna kapot. Dit is een vrij effectief vuurtje geweest. Maar niet goed genoeg. Fuck. Oh, perre. Oh, een Tommy gun. Dankjewel. Ja. De kogels bij zich. Nee. Ik pak hem wel even op. Ik pak je wel even op, man. Oh, kut. Ik heb een kapje. Misschien doet hij dan wel de deur open. Maar Tommy Kun krijgt hij niet terug. Nou, nu heb ik alleen maar een fakkel in mijn hand. Ja, laten we volgen, Lucas. Terug naar de baas. Oh yes, zie je in de chat? De chopper is smoking, dat betekent dat ze hem aanvallen, hebben wij het vrij spel. Ja. Hey, ik heb een idee. Ga jij het fuel halen, dan hou ik hem bezig. Anders gaat hij het repareren. Ja. Dit is een dom idee, want ik moet nu... Nou, ga maar op, maar... Hey man, wacht eens eventjes. Woon jij hier of niet? Dit is bezigheid. Hier, Lucas. Pak hem gelijk op. Yep. Je weet wat ze te doen staat. Ik schiet hem al eerst in het binnenrent. Maar goed, het is en blijft rust, hè? Hij had mij ook echt niet in de gaten of zo. Wacht eventjes, ik heb even belangrijk aan je vragen. Begin maar wat vuur, ik wil kijken waar ik het niet door heb. Wil jij misschien onze clan joinen, anders? Doe de vlammenwerp maar aan. Ja, hoe doe je dat? Oh, gewoon. Wat zei je? Ja. Stop me als ik had. Oké, dan. Dat klinkt. Hij heeft het niet door. Heeft hij het niet door? Wat? Oh, het is wel sneu dit. Maar niet echt. Maar ik vind haar redelijk cooler. Ik heb voor shotgun traps hoor. Ja. Laat hij ons binnen?
Nee. Maar wij hebben boord bij ons, dat komen we best terecht. Ik zeg, gooi er maar een paar op die deur, hoor. Oh nee, we kunnen hier gewoon de muur. Flame hier de muur. Oh, daar waren natuurlijk niet zoveel vuur bij ons. Nee. Ik heb hier nog 22 in zitten, maar ik heb daar nog... Kan hij op het dak komen? Oh nee, hij heeft geen roof access, volgens mij. Nee. Gooi de bommen maar erop. Bommen erop. 4, hè? Moeten we... Ja, maar pas op, ze gaan heel makkelijk af. Dus echt gelijk weg, 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 weg. Boom! Echt nergens anders. Kut! Rotdingen. Nee, hij kan hier niet uit. Nee, oké. Maar let wel even... Kijk jij ons even of er niemand aankomt. Want... Zo is het wel. We maken tegen natuurlijk zo'n manier een grot dat we willen lawaai maken. Ja. Bam! Is hij open? Nee, dat kostte 4. Duurt lang. Gelijk nee joh, de krammer. Dan er namelijk nu 4 op zijn deur. Kuddingen. Oh shit, rottingen. Ze gaan soms af, hè? Soms pakjes op. Deur is open. Kom, kom, gauw. Ik heb geen idee. Ik kan niks zien door de deur. Er zit nog een deur. Oh, dat maakt niet uit. Hebben we nog genoeg bommen? Geef ze maar aan mij. Nee. Ik knort ze in één keer erop. We hebben er nog 3. Ja, maar ik heb er nog 1. Ah, serieus? Ja, we hebben natuurlijk... We hadden er 8 mee. Ja. Maar het kan zijn dat... Oh, dan kunnen we opnieuw aansteken. Ja, klopt. Dat kan wel. Gelukkig zo, anders wel. Maar anders was je nooit gekraft, hoor. Ik ben niet van de onbetrouwbare. Ik heb dat gewoon even een lol gehad. Het is zo snel en gewoon zo ook. En heel waarschijnlijk heb hij daarna nog een deur. Heb je daar even nagedacht? Nee, daar hebben we niet over nagedacht. Oké, nou ja. Gok nemen. Anders is het... Ja, we hebben nu zeg maar, hoe heet dat? We zijn nu al begonnen. Dan moet je doorzetten. Zo heet dat in rust. Ja. Ik denk er zo onbelachelijk veel verstand van heb, maar... Rol dingen. Rol dingen. Oh kut, soms gaan ze af, hè. Is je open? Ik schoot een shotgun-shell naar binnen toe. Krallen, krallen. Hij is dood. We hebben hem! We hebben alle loot, Lucas. Oh kut. Jacht, kut. Een sleeping bag. Wat? Heb jij iets bij je om het... Zoek even snel een hatchet hierin. Oh, hij ligt hier nog. Hier nog een Thompson. Yippie. Zo, hatchet. Oh, nou. Er is hier een sleeping bag. Ik heb hier zwaarden. Goed genoeg. Blijf op hem letten. En op de deur. Oké, dat hak ik binnen 4 klappen kapot. Sleeping bag destroyed. Clean authorizing. Authorize. Oké. Hoef ik niet. Neem alle goede loot mee, Lucas. Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dit is allemaal goedkope zooi. Die ik niet hoef. Red suits. We kunnen zo meteen een run maken naar dat ding. Dat is altijd chill. Hoef niet. Dat is zeker chill. Verbrand eten. Hij is erger dan wij. Ja. Kies met kit heb ik. Goud. Tussen de oven zitten. We hebben wel de halve server aangetrokken, dat moet natuurlijk niet onthouden. Moet die snel wegwezen ook weer. Ja? Ja. Oké. Leuk. Nou, we grieven hem niet, dat vind ik dan weer te sneu. Dat kan er. Of in ieder geval, we konden een stoelkabber jatten, weet je. Ja. Dat vind ik ook weer zo wat. Ja, dat weet ik, dat gaat niet te ver. Het is geen hardcore PvP, dus dan doe ik het niet. Nee, zo. Ik zit vol hoor. Ook pijpen, die moeten nog mee. Oké, ik zeg let's wegwezen hier en banken. Zit je inventory vol? Ja. Dan gaan we gelijk weg. Oh, oh die is kapot. Ja! Chill. Dat is een gekke kaart van mij. Oh, die heb ik over boord getrapt. Ja, maar ik ben weg naar huis, Lucas. We'll be right back.